Hoi Paulien, heb je nog een tip voor ons? Ja, natuurlijk heb ik nog een tip. Deze keer gaat de tip over het moeder-dochter widget binnen het CRM. Binnen het CRM relatiedetail hebben we het moeder-dochter widget. Binnen dit widget kan je het moeder- of dochterbedrijf selecteren van de betreffende relatie. Het ingevulde moeder- of dochterbedrijf is vanaf nu ook klikbaar. Door op de naam van het moeder- of dochterbedrijf te klikken, zal deze zich gaan openen in een nieuw detailweergave. Ik zal het jullie tonen. We openen het CRM. En vervolgens openen we een relatie, in dit geval Google. We zien hier een standaard detailweergave en onder het klantinformatiewidget vinden wij het moeder-dochter-widget. Op dit moment is er nog niks geselecteerd. Dat gaan we dus als eerste doen. Ik klik op bewerken en ik selecteer een dochterbedrijf. Zoeken, Apple selecteren en sluiten. We zien nu dat er als dochterbedrijf Apple geselecteerd is. Ik ga weer terug uit de bewerkfunctie. En kunnen nu klikken op Apple. Het dochterbedrijf Apple heeft zich nu in een eigen detailweergave geopend. En als je nu weer goed kijkt naar het moeder-dochter widget, zien we dat het moederbedrijf Google automatisch geselecteerd staat. Klik ik op Google, dan wordt het moederbedrijf Google opnieuw in de detailweergave geopend. Dit was de tip over het moeder-dochter widget binnen het CRM. De handleidingen over de betreffende modules kan je vinden in de beschrijving hieronder. Heb je verder nog vragen? Stel ze dan gerust in de comments.